Hi allemaal, super tof dat jullie weer kijken. Het is even geleden, maar ik ben er weer. En dit keer in mijn eigen shopje. Ik ga het vandaag hebben over een mooi décolleté. Want een décolleté kan jouw gezicht en figuur beter uit doen komen. Zo kun je bijvoorbeeld een vol rond gezicht smaller doen lijken, brede schouders smaller maken, grote borsten in balans brengen. Dus voordat jij gaat passen, kijk eerst even goed naar je lichaam. Wat voor bouw heb je en welke halslijn is daarvoor het beste? Zo hebben we bijvoorbeeld de ronde hals. Een ronde hals accentueert de borst. Deze is dus ideaal voor kleine borsten. Daarnaast verlengt hij je bovenlichaam en maakt hij je gezicht ovaal. Dus deze is ideaal voor ronde gezichten en korte bovenlichamen. Een V-hals verlengt de hals en laat je sleutelbeenderen zien. Bij de V-hals maakt je schouders breder. Een smalle V-hals doet dan het tegenovergestelde. Vooral bij grote borsten is de V-hals een hele mooie flatterende lijn. Hij doet grote borsten minimaliseren. Maar let wel even op dat de V-hals niet te diep is. Een laag uitgesneden ronde hals lijkt heel erg op de V-hals. Deze is eigenlijk voor ieder lichaamstype goed, behalve als jij te brede schouders hebt. Dan raden wij hem je niet aan. Altijd op laat je schouders prachtig uitkomen. Deze is dus ook weer geschikt voor iedere dame, behalve als jij kleine borsten hebt. Want hierbij raakt de top niet zo heel goed gevuld. En let op dat hij bij je buik niet te strak zit. Een boothals doet de sleutelbeenderen mooi voorkomen. Hij maakt je schouders breder, accentueert de borsten, maakt je gezicht rond, verlengt het bovenlichaam en verkort de hals. Deze is dus ideaal voor lange halzen, een ovaal gezicht, kleine borsten, kort bovenlichaam. Een watervalhals benadrukt ook weer heel mooi je sleutelbeenderen en je halskuiltje. Deze doet eigenlijk net zo goed als een lage ronde hals. Eigenlijk is die dus bij iedereen fantastisch, maar er zijn uitzonderingen. Want opgelet als jij brede schouders hebt of een grote boezem. Een rolkraag verlengt je bovenlichaam. Het accentueert je borsten en het maakt je hals korter. Deze is dus ideaal voor mensen met een korte taille, kleine borsten en een ovaal gezicht. Dit waren ze een beetje. Er zijn er nog meer, maar ik hou het hierbij. Ik hoop dat jouw mooie halslijn erbij zit, zodat jij weer met shoppen wat makkelijker kan kiezen. Daarentegen wil ik ook nog zeggen, wanneer jij je haar opsteekt, breng jij bijvoorbeeld weer tegengewicht aan je hals. Dus als een bepaalde halslijn jouw nek verkort, steek lekker je haar op, dan verleng je hem uiteindelijk weer. Dit was die. Tot de volgende keer. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Dus like en volg. En we zien elkaar snel weer. Doei doei!